Goedendag dames en heren, dit is 023 Politiek en dit is de derde aflevering over Heemstede. En dit keer hebben wij wethouder Nicole Mulder van GroenLinks. En naast mij heb ik weer sidekick Jos de Jong. Ah wel. En we gaan het weer hebben over de politiek in Heemstede. En dan daarna natuurlijk over Nicole Mulder, sorry. En laat ik gewoon maar beginnen. GroenLinks, even gewoon over het algemeen. Zit natuurlijk erg in de lift. Ja. Toch? Dat is wel leuk om dat mee te maken. Ja, dat is heel erg leuk om mee te maken. Ja, ja, ik doe eigenlijk al, ik ben zo'n 8,5 jaar, inmiddels al 9,5 jaar bijna, in de politiek actief. Ja. En dus ik heb eigenlijk ook wel al een aantal fases van GroenLinks daarin meegemaakt. Ja, we doen het nu heel erg goed. Ja. Ook betrokken geweest bij de laatste verkiezingen met campagne voeren? In mindere mate, omdat ik ook wel heel erg druk ben met het wethouderswerk. Maar zeker zijn we erbij betrokken bij de provincie en ook zeg maar de fractie in Noord-Holland. We hebben hele nauwe contacten. En ook over zeg maar het partijprogramma of de aandachtspunten. En we hebben ook wel wat meegegeven vanuit de regio. Die misschien nu ook voor de coalitieonderhandelingen zullen worden gebruikt. Okay. En als ik even kijk, ja, duurzaamheid is natuurlijk zo populair. Dat was eerst echt iets wat typisch GroenLinks was. Ja. En dat is natuurlijk wel leuk. Dat natuurlijk heel ja, daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Dat duurzaamheid, zeg ik ook altijd tegen mensen, is allang niet meer iets alleen van GroenLinks. Dat gaat echt ons allemaal aan. En je ziet dat eigenlijk alle, ja, als het om politiek gaat, eigenlijk de meeste politieke partijen dat echt omarmen. En duurzaamheid gaat natuurlijk niet alleen over energie, maar gaat ook over sociale duurzaamheid, over economische duurzaamheid. Zo grijpt dat in elkaar. Hè? Het gaat over het produceren van duurzame goederen. Dat je ook op de langere termijn op een goede manier je bedrijf kan blijven runnen. Hoe je het thuis doet. Hoe doe je het? Hoe doen kinderen? Hoe gaan die om met duurzaamheid? Duurzaamheid is eigenlijk van ons. Duurzaamheid is echt zo'n nieuw uitgevonden woord, hè, een tijd geleden. Nou, het is echt zo'n hype die, waar iedereen het over heeft. Elke politieke partij heeft het wel over duurzaamheid. Ja, maar ik zie het niet echt als een hype. Hoewel ik wel bijvoorbeeld woorden als klimaatspijblok heel erg leuk vind. En duurzaamheid heeft dat, wat dat betreft, eigenlijk wel toch alweer wat meer standing. Ja, toch? Ja. Nee, maar het is echt een containerbegrip. Daar heb je gelijk in. Daar moet je het ook echt handen en voeten geven. En daarom zeg ik ook, het is aan de ene kant van hoe run je je bedrijf op een duurzame manier. Ja. Op de lange termijn, dat je het kunt volhouden op een goede manier. Aan de andere kant, wat kun je thuis doen aan duurzaamheid? En wat wil je meegeven aan je kinderen? Hoe ga je thuis om met het eten wat je koopt? Je wilt toch ook dat het gezond is? Dat je ook zelf gezond bij blijft? Er zitten heel veel aspecten aan. Maar ben je zelf met name geïnteresseerd in duurzaamheid? Of is het ook iets waar je als politieke partij heel veel aan doet? Ik heb een beetje benauwd. Maakt niet uit. Nou, we moeten even hoesten. Ja, dat hoort er ook allemaal bij. Ja, nou, goed. Ik hoop dat het even goed blijft. Gaan we zo kans het water kunnen krijgen? Ja. Duurzaamheid. Nee, maar ik bedoel, duurzaamheid, elke politieke partij heeft het tegenwoordig over duurzaamheid. Wat je net allemaal zegt, al die begrippen die je naar voren brengt, zijn natuurlijk van essentieel belang. Nee, maar in hoeverre wordt het ook daadwerkelijk toegepast? Ja, nou, als ik dus kijk, zeg maar, in onze raad, laat ik het dan maar heel dichtbij houden bij Heemstede, dan zie ik eigenlijk dat alle partijen, we hebben 6 politieke partijen, eigenlijk zijn ze stuk voor stuk toch altijd wel heel betrokken ook bij dat aspect van duurzaamheid. En dat moet je dan zien als je bijvoorbeeld, we gaan dus binnenkort waarschijnlijk toch echt de haven opnieuw inrichten van Heemstede. Nou, dan kijkt eigenlijk iedereen op een goede manier mee, verwacht eigenlijk ook niet anders dat ze bijvoorbeeld duurzame materialen daarvoor gebruiken. Okay. Dat scheelt in onderhoud, maar het maakt ook je ecologische footprint op het moment dat je gemeente zo'n haven neerzet. Maakt eigenlijk, vind ik... en dat vindt eigenlijk iedereen beter verkoopbaar. Ja, nou, je hebt gewoon een beter verhaal. Ja. En iedereen staat er ook achter. Die kan dat ook beter verantwoorden. En ik heb eigenlijk wel het idee, natuurlijk, nuances, verschillen. Waar wil je het dan precies, op welk aspect wil je precies duurzaam zijn? Daar kunnen we nog wel wat op verschillen. Maar eigenlijk is iedereen het erover eens dat het op een duurzame manier moet. Er zijn in principe weinig verschillen tussen onderling tussen de partijen over duurzaamheid.
Tenminste, als je het over de haven hebt. Ik merk dat we het vaak over duurzaamheid snel eens zijn. Wat ik al zeg, hè, natuurlijk, politiek kan je verschillen van wat ga je dan precies doen, hoe concreet maak je het. Duurzaam water. Ja, dat zeker. Ja. Dus ik merk, wat ik al zei, het is al lang niet meer alleen van GroenLinks. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel, als je dan nog even over partijpolitiek wil hebben, heel specifiek. Ja, natuurlijk zal GroenLinks altijd daar ook extra dingen in willen aangeven. Omdat ze niet voor niets groen en links zijn. Hè? Dus ja, oké. Okay. Ja. Ja, duurzaamheid staat ook natuurlijk heel veel in relatie tot klimaat en alles wat ermee te maken heeft. Zeker. Klimaat is ook weer zo'n hype de laatste tijd. Vroeger hadden we zure regen, die is allemaal verdwenen. Nou. Tenminste, dat... Daar hebben we in ieder geval met z'n allen heel erg ons best voor gedaan. Ja. Om daar in ieder geval goede stappen in te maken. Ja. Ik geloof wel dat we aardig op weg zijn. Alleen, nou ja, daar ligt nou juist een van de grootste uitdagingen om te zorgen dat we dat toch zo snel mogelijk weten terug te dringen. Ja. Met name die CO2-uitstoot, maar ook andere aspecten. Om toch te zorgen dat we ook naar de toekomst toe goede leefomstandigheden... Hoe denk je dan bijvoorbeeld over, in Nederland zijn diverse steden waar en omgeving waar heel veel gekapt wordt om daar prachtige woningen neer te zetten. En er worden geen bomen geherplaatst. Een prachtig voorbeeld was die militaire basis in de buurt van Hilversum of iets dergelijks. Waar de infrastructuur helemaal klaar lag. En die gaan ze nu afbreken, daar zetten ze bomen neer. Maar daarnaast gaan ze, ik weet niet hoeveel hectare, gaan ze allemaal kappen. Terwijl die bomen allemaal CO2 nodig hebben. Ja, nou ja, ik denk op, gewoon even zonder concrete voorbeelden, dat op zich groen in je stad inbrengen, dat ontzettend belangrijk is. Omdat dat dus juist heel veel doet aan een goed klimaat. Ja. En je merkt juist dat grote steden, als je het nog even wat breder binnen Europa trekt, grote steden zoals Londen, neem dat maar als voorbeeld, die zijn echt met programma's bezig om juist dat groen weer in de stad te krijgen. Ja. Het bijzondere is natuurlijk dat we hier, om het even naar onze regio te halen, rondom Amsterdam natuurlijk enorm groene gebieden nog hebben, waarvan Zuid-Kennemerland, waar Heemstede in ligt, er eigenlijk echt één van is. Ja. We hebben hier natuurlijk toch het Nationaal Park, hè, in de gemeente Bloemendaal met name liggen. We hebben ook eigen onze groene gebieden. Ja. En je merkt dat het in relatie tot de metropool, is dat echt een kwaliteit. Ja, ja. Nou zitten we dat gaat natuurlijk in een heel goed gebied. Ja. Ik bedoel, Heemstede doet er ook voldoende aan om het groen te behouden. We hebben bij ons een paar dagen geleden weer een paar bomen gekapt. En vanmiddag stonden er alweer nieuwe bomen in, dus men doet er wel wat aan. Dat is het mooie, dat het altijd mensen zich ook, net zoals aan mooie gebouwen, ook natuurlijk hechten aan een groene leefomgeving. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat iedereen dat toch heel belangrijk vindt. Groen in de wijk en ook het grotere groen en het mooie landschap en zo. Oké, genoeg groen. Wat is dan het linkse beeld? Linkse gedeelte, ja. Dat heeft ook wel met de sociale cohesie te maken, denk ik. Hè. Wil je het wat meer op mijzelf betrekken? Of wil je het maar partijpolitiek in je wel? Kijk, we hebben in de coalitieonderhandelingen hadden we, wat dat er gaat, best wel snel overeenstemming als het ging om, zeker de groene component, maar ook de sociale component. Dat betekent bijvoorbeeld... voor Heemstede is dat, we hebben niet heel veel woningbouw, maar goed, waar het kan, dat je dat toch ook op een sociaal bestendige manier doet. Dat je ook denkt aan de starters, dat je ook denkt aan ook leeftijdbestendig bouwen. Dus altijd die sociale component zit er wel in. Participatie, daar zullen hier met Annelies ook veel over gesproken hebben. Dat is eigenlijk ook iets van ons alle vier. Hè. We hebben ons coalitieakkoord eigenlijk zo gemaakt dat we hebben gezegd, er zijn gewoon trekkers, er zijn portefeuillehouders die bepaald domein trekken of een bepaalde portefeuille. Maar eigenlijk is duurzaamheid voor ons alle vier en participatie eigenlijk ook. Ja, ik zag het staan. Ja. En dat hebben we niet voor niets gedaan. Dat hebben we echt om daar een signaal in af te geven, zichtbaar te maken. Dat we daar eigenlijk, net als met duurzaamheid, je kan eigenlijk niks meer doen zonder dat je dat ook op een goede manier als overheid en volksvertegenwoordiging en vooral ook de inwoners samen doet. Dus daar zit denk ik ook die sociale component in, die van het samen, de samenhang, de sociale cohesie dus. Het coalitieakkoord heet ook niet voor niets, hè. Samen, daar begint het eigenlijk mee. Dus samen dingen doen, samen dingen bedenken, samen aan de gemeente werken, dat is denk ik een sociaal aspect waar we het gewoon met elkaar over eens zijn, waar ik zelf ook heel erg in geloof.
Nou, ik was ook erg onder de indruk een paar weken geleden over die participatieavond in Heemstede. Hoeveel mensen waren daar niet bij betrokken? Zeg. Ja. Dat was ongelooflijk. Ja, dat was heel leuk. Geweldige avond. Zeker. Hartstikke goed georganiseerd. Ja. Ja, maar er zijn ook echt mensen, daar hebben we ook goede feedback op gekregen. Ja. En er zitten ook echt wel ambtenaren bij ons in de organisatie die daar ook veel expertise op ontwikkelen. En tegelijkertijd moet je dat dus ook met elkaar ontwikkelen. Nou, dat was die avond juist zo leuk, omdat er niet alleen, niet alleen bewoners daar zaten, maar ook duidelijk mensen uit de gemeente zelf. Ja. Ook ambtenaren die erop konden inhaken. Ja. Was hartstikke goed gedaan. Ja. Complimenten. Ja, ik merk dat. Ja. Ik zal ze mede in ontvangst nemen, maar ook overbrengen aan de collega's. Ja, ik heb Annelies ook al. En aan de organisatie. Ja, want daar liggen natuurlijk veel credits. Ja. Maar het is natuurlijk altijd zo dat met zeker met participatie. Dus een avond is goed, maar het gaat natuurlijk om het vervolg daarvan. Want als mensen natuurlijk gehoord worden en het is een leuke avond, maar daarna in het beleid zie je niks terug. Dat is het moment dat mensen kunnen afhaken. Dus dat is altijd even, nu gaat het... Nou, ik denk dat het daar in Heemstede een avond was waarop er een indicatie werd gegeven hoe participatie zou moeten zijn tussen burgers en ambtenaren. Er was een aantal programma's samengesteld, daar kon men op inhaken. En het was een leerschool voor zowel het publiek als ook voor de ambtenaren. En ik ben ervan overtuigd dat er wel iets mee gaat gebeuren. Dus ik kan me niet voorstellen. Nee, zeker Jos. Kijk Jos, ik denk dat jij het heel goed zegt. Dat het ook wel een soort leerschool is. Hè? Dat klinkt dan nog een beetje lerend. Ja. Maar het is wel samen leren hoe je dit moet doen. Ja. En we hebben natuurlijk een heel goed voorbeeld. Dat heeft ook in de vorige raadsperiode is dat tot stand gekomen. Samen met de inwoners. Dat is dus het Havenlab. En dat wordt ook vaak als voorbeeld gebruikt. En dat was zeker een bepaalde vorm van participatie die heel goed is uitgepakt. En tegelijkertijd hebben we er ook weer van geleerd. Ja. En dat zul je ook nu zien, dat er gewoon altijd aspecten aan zitten. Dat je zegt, nou, dit werkt echt perfect. En dit moeten we eigenlijk nog beter doen. Omdat je het toch met elkaar samen moet doen. En mensen willen zich natuurlijk ook gehoord voelen. En er zit ook zoveel kennis en expertise bij inwoners zelf. En je hebt natuurlijk ook specialisten in de gemeente die over bepaalde dingen heel veel weten. En als je dat met elkaar verbindt, dan kom je hopelijk tot een gewoon iets wat veel meer past en gedragen wordt. Nou, dat er gaat natuurlijk aardig wat veranderd in de gemeente. Of het nou specifiek aan deze coalitie ligt, dat we. Ik denk het ook wel, voor een deel wel. We leggen wel accenten neer, denk ik. We leggen wel accenten neer. We hebben er echt wel speerpunten van willen maken. Dit zat sowieso in de partijprogramma's, maar zeker ook in het coalitieakkoord, wat ik net ook uitlegde. Maar ik geloof dat dit ook iets is wat echt een, ik wil niet eens een trend noemen, wat echt wel een maatschappelijke ontwikkeling is, waar wij hebben geprobeerd om daar ook met elkaar een antwoord op te vinden. En waar we eigenlijk ook nog mee aan het werk zijn. Ja. De omgevingswet, die geeft ook heel duidelijk aan dat je dus hoe ga je leefomgeving inrichten, dat je dat dus wel samen doet. Ja. Dat je dat niet meer even zo op de tekentafel doet. Het is steeds samen doen. Het is hartstikke belangrijk. Ja. En ik geloof dat er in de gemeente Heemstede de laatste jaren toch wat veranderd is. Ja. Niet alleen ten aanzien van het feit dat er veel samen wordt gedaan, maar ik heb ook het idee dat er aardig naar wordt geluisterd. Toch? Ja, nou, ik heb ook wel. Een voorbeeld is denk ik toch het plan van aanpak voor de verkeersdruk. Daar rust ik natuurlijk op de schouders van mijn voorgangers. Ja. Maar daar zit met name eigenlijk ook het werk in van twee participatieavonden, waarin dus ontzettend veel ideeën zijn aangedragen. En waarin je ziet dat mensen hele lokale aandachtspunten noemen. Een straat of een omgeving of een oversteekplek, maar veelal ook heel veel hebben aangedragen met betrekking tot het regionaal samenwerken. Mm. Dat je bepaalde dingen regionaal moet aanpakken. En, dus eigenlijk is een groot deel van de ideeën, natuurlijk wordt dat gestaafd en uitgewerkt door onze ambtenaren die heel veel kennis hebben en voorkennis ook van de vorige geschiedenis, hoe het allemaal is ontstaan. Maar dat bij elkaar heeft eigenlijk geleid tot het plan zoals het er nu ligt. Ja, wat op zich, terugkomen op het verkeer, dat is natuurlijk echt wel een beetje een bottleneck. Ik neem aan, ik ben zelf een Haarlemmer, maar het is altijd bekend als je van Haarlem Heemstede, dat is altijd, blijft lastig, om het strandverkeer dat natuurlijk bij zit. Ja. Ja. Dus, maar dat is al heel lang bezig. Dat, zolang ik al mag stemmen, heb ik al gehoord dat verkeer... ik denk dat je daar gewoon helemaal niets aan kunt veranderen. Dat is misschien niet helemaal waar. Tegelijkertijd moet je heel goed de verwachtingen daarin managen, roepen we dan. Ja.
Kijk, ik denk dat wel degelijk door goede regionale agenda ook met elkaar op te stellen en daarin samen te werken. Dus kijken van nou, hoe kun je bepaalde dingen wel samen verbeteren. Er zijn er toch wel zaken die je op kan pakken. Maar je moet niet denken dat dat binnen van het een op het andere moment is opgelost. Kijk, we hebben nu dat actieplan verkeersstuk waarin heel veel van die concrete aandachtspunten zitten. En heel veel gaat in regionaal overleg zitten. Maar goed, we hebben ook ontwikkeling. Je ziet dat er, ja, nou ja, openbaar vervoer, dat toch meer gebruikt wordt. De elektrische fiets is natuurlijk een enorme ontwikkeling. Ja, uitvinding wil ik het bijna niet noemen, maar je ziet dat het gebruik ervan enorm toeneemt. Ja. En als je dat faciliteert, dan kun je misschien toch wat doen aan de verdeling van mobiliteit. Hè? Dus het gebruik van verschillende soorten vervoersmiddelen, waardoor je daar mogelijk toch verbeteren. Ik vaak dat natuurlijk iemand is vaak een meervoudig gebruiker. Dus je bent ene keer weer fietser, de andere keer weer automobilist of de andere keer gebruikt OV. Ja. Dus niet zo dat je één voerstype alleen maar gebruikt. Nee. En ik denk dat dat natuurlijk heel belangrijk is, dat soms in de planning zie je af en toe wel van, hey, we gaan op één ding richten. En ik denk, nou, oké, dan gaan we alles op de fiets richten. En ja, dan moet de auto wijken. Terwijl als het allebei kan, ja, dat is natuurlijk utopie misschien, maar nee, dat is niet. Nee, dat is de praktijk. En ketenmobiliteit, dus daarom ben ik ook licht positief, hè, zou ik maar zeggen, zonder meteen allerlei utopieën te beloven. Ik denk dat iedereen steeds meer inziet dat het gewoon ook heel fijn is om bijvoorbeeld, hè, we hebben een intercity station. Nou, we weten gewoon dat heel veel mensen die in Heemstede wonen ook bijvoorbeeld of aan de Zuidas werken of in Den Haag. Weet je, nou, dat is, dus die gaan of op de fiets naar het station en pakken daar de trein. Of, we hebben ook, hey, je kunt ook parkeren. Of ze nemen de bus. Of gaan met de bus naar Haarlem, weet je. Dus er zijn gewoon verschillende vormen van vervoer die men gebruikt. En nou ja, die elektrische fiets, die wordt ook best wel voor de lange afstand. Gaat de gemeente dat nou extra aandacht aan geven? Ik bedoel, als je kijkt naar de hoeveelheid huizen die momenteel gebouwd worden. Mm-hmm. Elke gemeente moet bouwen. Ja. Maar er wordt eigenlijk zo weinig gekeken naar de uitvoerende logistiek. Want al het verkeer moet ook naar binnen en moet ook naar buiten. Ja, nou ja. Files. Dus ja, nee, maar er wordt wel degelijk over gesproken. Ik ben zelf portefeuillehouder voor verkeer. En ik zit ook echt zeer regelmatig. Zijn vaste overleggen gepland binnen de regio om over dit soort aspecten te praten. En eigenlijk kan dat hele aspect van de groeiende gevraagde woningbouw, kan niet zonder hoe ga je dat met de mobiliteit regelen. Dus het staat altijd ook op de agenda bij besprekingen over OV. Het is ook een feit. We zullen in de omgeving van de metropoolregio bijna 240.000 huizen bij moeten bouwen. Ja. Tot 2040. Dat is altijd al zo ook gepland geweest, hè, vanuit de Randstad 2040 visie. Nou, dat betekent misschien wel, nou ja, een miljoen is misschien heel veel als je het van 4 mensen per huishouden gaat. Maar goed, er komen enorm veel inwoners bij. Ja. En die zullen ook allemaal moeten werken. Maar die zullen allemaal moeten recreëren. Dus er gaat heel veel. Maar hoe gaat het dan in de praktijk? Want worden in principe heel veel woningen gebouwd. En dan gaat men nadenken over logistiek. Of is het bij jullie omgekeerd die eerst gaat denken van hoe krijg ik het verkeerde stad uit voordat ik ga bouwen? Ik denk dat wij vanuit onze portefeuilles hier nu constant aandacht voor hebben van hoe zouden we daarop kunnen anticiperen juist. Ja. En tegelijkertijd ligt er ook van de Rijkswegen een enorme woningbouwopgave. En dat heeft een tijdje stilgelegen, dat weten we ook allemaal vanuit de economische recessie. Maar je ziet dat dat nu een enorme vlucht gaat krijgen. En dus dat moet je integraal aanpakken, zo'n verhaal. En of dat overal, en dan heb ik het niet alleen over Heemstede, ik bedoel, wij hoeven relatief weinig, maar voor ons is het natuurlijk altijd nog veel nieuwe woningen realiseren. Maar goed, onze buurgemeenten, die hebben een hoge opgave. Haarlem is er één, maar Haarlemmermeer is er ook één. Ja. En ik zit dus ook gewoon met die, Annelies doet dan wonen, hè, dus zij doet het voor haar portefeuille. En ik doe het voor de verkeersportefeuille. En dit is gewoon altijd een vast terugkerend agendapunt van... Hoe kunnen we dat gaan oplossen? Ik ben benieuwd hoe dat dan wordt opgelost. Ja, maar je moet dus niet alleen in auto's denken, maar ook in andere mobiliteit. Nee, oké, het is natuurlijk heel leuk om in mogelijkheid de surfboom te doen, want anders heeft weinig zin om te bouwen. Ja. Er werd er even nog iets over iets anders, over financiën, economie.
Nou, zie ik even, de deze functie staat ambassadeur van de Dutch Dream Foundation. Oh ja, ja. Ja, ja. Is dat, ja. Komt dat vanuit een economisch perspectief? Ja, nou ja. Is dat, heeft dat ook weer typisch te maken met green of heeft dat er niets mee te maken? Nee, nee, dat is eigenlijk een heel, dat is wel een meer persoonlijk verhaal. Ja, hè? Ja, ik doe dat eigenlijk nog steeds. Dat is een stichting die zich altijd heeft gericht op ondernemers. Vaak met een multiculturele achtergrond. En daar ben ik eigenlijk ingerold via eigenlijk iemand die bij mij in de straat kwam wonen. Betrokken geraakt, bevriend geraakt. En op een gegeven moment ook gevraagd om ambassadeur van die stichting te zijn. Het project wat zo'n 10 jaar heeft gelopen, dat ging er als volgt in zijn werk. Dat er werden zo'n 20 ondernemers, en dat waren geen starters, maar groeiondernemers, geselecteerd. En die werden gekoppeld aan kopstukken uit het Nederlandse bedrijfsleven. Ja. En dat heeft enorm veel inspiratie opgeleverd. En het is een beetje vergelijkbaar met NL Groeit, maar eigenlijk was die van de Dutch Dream de eerder. Ja. Maar alle credits ook weer naar mijn vrienden. Hè. Ik ben er altijd ambassadeur van geweest. En zij gaan nu beginnen met een, en daar ben ik wat meer zijdelings bij betrokken, met ook jeugdondernemerschap. Okay. Dus dat gaan ze nu wat meer uitzetten. Ik blijf wel betrokken en ik ben onlangs wel weer gevraagd om daar eventueel ook mijn referenties voor af te geven, dus bij deze. Ja, maar dat is, dat doe ik echt geheel vrijwillig. Okay. En, dat doet de gemeente Heemstede op zich? Nee. Nee, dat is echt een persoonlijk ding. Het zou kunnen namelijk omdat, om jongeren te stimuleren of multiculturele stimuleren is voor gemeente misschien ook een... Ja, maar dan, ik hou dat ook graag gescheiden. Ja, okay. Maar we kunnen, dit interview is ook een beetje voor persoonlijke dingen. Ja, tuurlijk. Nee, maar ik heb natuurlijk wel de portefeuille economie. Ja. En daar doen we sowieso heel veel samen met ondernemers. En dat is ontzettend inspirerend. We hebben natuurlijk een enorme detailhandel in Heemstede, dat sowieso. Maar daarnaast hadden we bijvoorbeeld op de dag van de duurzaamheid hadden we een ontbijt. En daar hebben allerlei ondernemers uit Heemstede zich gepresenteerd, met name dus op het aspect van duurzaam ondernemen. En dan zie je dat er bij het middenkleinbedrijf, maar ook bij ZZP'ers, zeker ook in Heemstede, heel veel kennis en ondernemerschap zit als het gaat om het ontwikkelen van duurzame producten. Okay. Dus dan niet alleen maar dat je bedrijf duurzaam runt, hè, dus door goed energiegebruik of zo, maar dat ook echt wordt nagedacht over bijvoorbeeld hele duurzame verf of... noem het, je kan het eigenlijk niet bedenken. En dus er zit heel veel kennis en expertise in Heemstede, zeker ook. En eigenlijk zijn we nu ook met de regio bezig om te kijken wat is nou ons economisch profiel. Hè, we proberen met de regiogemeenten, dus Bloemendaal, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en ook... Binnenbroek. Zandvoort. De Zuid-Kennemerland. En 023. Ja, 023. En overigens, zeker ook als het kan, naar de toekomst toe met de Eimond gemeente, gewoon eens te kijken van wat is ons, bijvoorbeeld ons economisch profiel. En kijken of we daar ook een bepaalde agenda in kunnen ontwikkelen. En het blijkt dat met name dus ook die kennis en expertise bij ZZP'ers en het MKB, die is best wel specifiek, ook als het gaat om duurzaamheid. Okay. Ja. En gaan wij die informatie uitwisselen bij elkaar? Komen die groepen regelmatig bij elkaar? We zijn bezig om dat meer kader te geven. Okay. En we zijn ook met de regiogemeente bezig om een eigen agenda wat nadrukkelijker te formuleren. En die ook binnen het samenwerkingsverband dat we ook binnen de metropoolregio Amsterdam hebben. Om zeg maar Zuid-Kennemerland en eventueel ook samen met... de rest van Kennemerland, maar zeg maar de Heimond, om dat ook wat meer over het voetlicht te krijgen. Okay. Wordt dat het nieuwe businessclub? Een businessclub is natuurlijk meer voor de ondernemers. Hè? Ja, maar je hebt het ook over ondernemers. Ja, nee, zeker. Ik weet niet of je het zo moet kenmerken. Ik denk dat je het samen met elkaar doet. Ja. Dus dat je dat wij dat vanuit onze overheidsrol doen, dat we daarin faciliteren. Maar ondernemerschap is natuurlijk eigenlijk bijna een eigen pijler in dit verhaal. Als je dat kunt combineren met input vanuit de gemeente, is dat best... Er komt ontzettend veel uit van de ondernemers zelf. Dat merk ik iedere keer op keer. En dat vind ik echt heel leuk om
Ja, ik vind het heel inspirerend dat er zo'n actieve ondernemersgroep is in de regio. Alleen, misschien kunnen we het profiel met elkaar nog wat nadrukkelijker. Nou, het zou hartstikke leuk zijn. Een actieve ondernemersgroep lijkt me heel erg interessant. Er zijn natuurlijk nodige businessclubs in de regio. Ja, zeker. Die komen heel regelmatig bij elkaar. Dat is allemaal heel leuk en aardig. Ja, heel leuk. Maar dat die nou inderdaad zoveel uitwisselen ten aanzien van bedrijfsvoering en duurzaamheid, dat weet ik al. Nou ja, kijk, het is sowieso merk je dat op zo'n bijeenkomst ondernemers dan ook zeggen, god wat leuk, ik wist het eigenlijk niet van elkaar. Dus je ziet dat er ook nog wat matching dan plaatsvindt. Dat is leuk. Maar ook ondernemers werken natuurlijk vooral aan hun bedrijf. Ja. Nou ja, maar kijk, wat wel handig is natuurlijk, op het moment dat wij zeg maar een duurzame regio worden, maar dan vanuit een economische basis, dan wordt het ook interessant voor andere bedrijven om hier naartoe te komen. Dat is ook zo. Dus het heeft aanzuigende kracht en dat zorgt weer dat de MKB'ers en de ZZP'ers ook weer alleen maar meer gemotiveerd worden. Dus dat heeft dan een plus. Ja. Maar ja, je kunt, hè, want we hadden het net over mobiliteit, je kan natuurlijk ook aan de digitale snelweg denken. Hè? Je kunt ook dingen natuurlijk ook virtueel met elkaar verbinden of de kennis op die manier in netwerken met elkaar verbinden. Ja. Dus dat bedoel ik ook met een beetje met het innovatieve. Dus groeiend. de glasvezel. snelweg. Ja. Nou, die als je helemaal zo snel. Hey, waarom ben je eigenlijk in de politiek gegaan? Ja. Waarom ben ik in de politiek gegaan? Ik ben inderdaad in 2010 in de gemeenteraad van Haarlemmermeer gekomen. En daarvoor heb ik inderdaad natuurlijk mijn belangstelling er kenbaar voor gemaakt. Maar ik was wel altijd bezig met belangen behartigen, ook vanuit mijn beroep. Ik ben eigenlijk archeoloog. Dat hadden we nog niet met elkaar uitgewisseld. Nee, ik ben kunsthistoricus en archeoloog, dus ik zeg altijd cultuurhistoricus. En ik heb veel zelfonderzoek gedaan en later ben ik ook echt meer in de commerciële dienstverlening op dat gebied gaan werken, tot 2017. En tussendoor heb ik ook wel nog wat uitstappen gemaakt. Onder andere een tijdje bij de provincie Noord-Holland gewerkt als strategisch beleidsadviseur op het gebied van landschap. Okay. Dat is eigenlijk ook een cultuurhistorische component. Ja. En daar ben ik eigenlijk toch meer in aanraking gekomen zeg maar, met het bestuur. Dus met het politiek bestuur. Ik adviseerde daar toen gedeputeerde staten. Nou, en zo komt het van het een op het ander eigenlijk dat de mensen gingen vragen. Goh, Haarlemmermeer, GroenLinks zoekt nog mensen. Nou, en dan ga je erover nadenken. En ik hoor dat ook voor altijd van veel andere mensen, maar politiek, daar rol je eigenlijk op een gegeven moment wat in. Ik ben in ieder geval ingerold en iedere keer opnieuw de keuze gemaakt. En dan ga je eerst eens bekijken. Nou, dan denk je, wil je dan ook op een verkiesbare plek staan, wordt gevraagd. Dan ga je nadenken, hoe ga ik dat regelen, hoe ga ik dat doen in combinatie met mijn baan. Nou ja, dan kies je telkens opnieuw en nu ben ik inmiddels wethouder in Heemstede. Ja, en een goede keuze gemaakt. Achter een mooie... Ja, ik denk het wel. Mooie aaneenschakeling van Ja, voor mij was het wel een logisch vervolg telkens. En komen ook weer dingen telkens samen uit je vorige werkervaring of uit je loopbaan. Ja. Dat is wat leuk, denk ik. Ja. Ja. Maar nu echt ook verslaafd geraakt aan de politiek? Dat is grappig dat je dat zegt, want dat hoor je ook wel eens mensen zeggen. Hè? Dat als je er eenmaal in zit, of je daar dan verslaafd aan... raakt. Nou, ik heb natuurlijk ook altijd ander werk erbij gedaan, alleen nu is het eigenlijk voor het eerst echt fulltime werk. Ja, daarom. Ja, dus, maar het is wel een bewuste keuze geweest om voor deze baan te solliciteren. En daar was zeker de afweging bij van ga ik toch wat meer weer voor mezelf of ga ik inderdaad die politieke lijn doorzetten. Nou, ik vond het, je begon er al mee, ik vond het ook voor GroenLinks op dit moment echt een kans. En natuurlijk ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling om dan toch nog een bestuurlijke functie als wethouder in te mogen vullen. Nou ja, dus binnen GroenLinks werkt het dan zo als je wethouder van buiten komt. Daar moet je wel voor solliciteren. Maar een goede klik met de fractie hier en ik doe het echt met heel veel plezier. Leuk. Ja. Maar je woont nu wel in Heemstede? Nee, ik heb speciaal verzocht aan de gemeenteraad. Die moet daar speciale toestemming voor geven. Dus ik woon nog in Haarlemmermeer, maar ik woon echt heel dichtbij. En als het even kan, met het drukke agenda, dan probeer ik wel op de fiets te gaan. Dat zijn meestal de binnendagen op maandag en dinsdag. Maar dan is het de brug bij Bennebroek over en dan ben ik er eigenlijk al. Okay. Ja, dus, ja. Dus ik ben heel dankbaar dat dat kan. Ja. En dat, ik heb ook vanuit mijn persoonlijke omstandigheden hecht ik eraan met toch nog twee schoolgaande kinderen. Om in Haarlemmermeer te blijven. En ik doe de zorg daarvoor alleen. En die deel ik met
mensen uit de directe omgeving. Ja. Dus ik vind het belangrijk om... dus ik waardeer het enorm dat de gemeenteraad het heeft toegestaan. Dat als je ook leuk woont en mogelijkheden zijn, waarom ook niet. Ja. Ja, en wat zijn verder je politieke aspiraties? Ja, ik heb het gevoel. Ja, zit er gevoel aan. Burgemeester de volgende? Nou, ik vind dat je altijd een bepaalde rol... je wethouder word je in principe voor een bestuursperiode, een raadsperiode van 4 jaar. Ja. En ik vind dat je die in principe gewoon ook moet invullen. Ja. Nou, het is mijn eerste wethoudersrol. Dus sommige dingen neem je makkelijk mee vanuit al het politieke werk. En andere dingen zijn ook nog nieuw. Dus daar ben ik natuurlijk ook, voor mij is het ook een ontwikkeling. Ik wil me daar ook zo goed mogelijk in profileren en in ontwikkelen. En ook iets kunnen bieden aan de gemeente. Desondanks moet je natuurlijk ook denken over je toekomst, maar dat ligt nog niet zo voor de hand, zou ik maar zeggen. Je bent voorlopig tevreden met dat wat je hebt. Ik vind het helemaal leuk en ik heb dus vaker op kruispunten gestaan op een gegeven moment zal er wel weer of er zich een kans voor doen of ga ik nadenken van hoe ga ik het verder uitbouwen. Maar nu focus ik wel even dus echt op het wethouderschap. Misschien gewoon nog een volgende tweede termijn. Ja, we weten het nooit. Wat ik ook bijzonder vind, Heemstede heeft een merendeel vrouwen. Ja, maar eigenlijk zou ik moeten zeggen, wat maakt het uit? Nee, maar zo werkt het niet. Je ziet toch, het is toch anders besturen, denk ik. Ik weet niet of je zegt dat het is anders besturen. Kijk, ten eerste heeft Heemstede een mooie traditie in vrouwelijke burgemeesters, volgens mij. Dat is al een langere lijn. Ja. En ik denk door toeval hebben wij nu relatief veel vrouwen dan. Maar goed, we hebben ook maar een klein college. Hè? Dus ik bedoel, we zijn maar met z'n vieren. Dat is in feite nu inclusief dan de burgemeester. Dus het is 3 vrouwen, 1 man. Dus het had ook 2-2. Ik zit naar huis te kijken, dan gaat het niet zo geduisterd. Dan bijna weer alleen maar mannen als ik even snel. Nou, ik kan mijn opmerking heel goed... heel veel plaats, want het handjesgedrag is wel weg. Oh, nou goed, weet je. Ik vind nooit dat je moet vergelijken met anderen. Appels en peren niet, maar in dit geval vind ik de vraag van moet ik zo leren. Ik ben ook wethouder financiën. En ik mag daarin ook de deelnemingen voor Eneco en Stedin invullen. En Heemstede vertegenwoordigt de noordelijke, de gemeentes van Noord-Holland in de aandeelhouderscommissie. En daar is het inderdaad zo dat ik de enige vrouwelijke portefeuillehouder financiën ben. Dus als je het zo ziet... Ik zie gewoon dat het allemaal weer mannen zijn. Ja. Dat ik zo per se... Ja. Ik hoef mij niet allemaal positief gediscrimineerd te worden, maar het valt wel op. Nou, nu je het zegt, schiet me ook nog te binnen dat inderdaad waar het ging om het aantal kandidaten, geloof ik, bij de gemeenteraadsverkiezing was het ook 50-50. Heemstede scoorde wel hoog op het aantal vrouwen, absoluut. Ja, ik vind het prima. Ja, dat is wel gezond. We hebben gewoon een hartstikke leuk team en... Ik ben net zo blij met Sjaak als met Annelies als collega. Dan nog even, we gaan langzaam een beetje afronden. Ja. Maar ik hoorde van Sjaak dat er koppels zijn. Ja. 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 Jij werkt samen met Annelies, toch? Ja, nou we werken eigenlijk, maar ik weet wat je bedoelt. Ja. Wie is de eerste vervanger in de portefeuille? Ja. En Annelies en ik zijn eerste vervanger. Dus als je het traditioneel verdeelt in meer het sociale domein en meer het fysieke domein... Dan zitten Sjaak en de burgemeester, dus Sjaak Struijf als portefeuille. Sjaak Struijf even voor de luisteraars. Ja, Sjaak Struijf is de portefeuillehouder samen met Astrid Nienhuis, onze burgemeester, voor meer het sociale domein. En Annelies van der Haven en ik doen meer dat fysieke domein. Annelies doet zeg maar ruimtelijke ordening, wonen, vastgoed, openbare buitenruimte. Qua ruimtelijk domein meer de, verkeer. Ja. Dat is dan heel belangrijk daarin in de ruimte. Hè, maar ook economie, landschap, natuur. Dus zo hebben we het eigenlijk verdeeld. En het komt niet eens zo vaak voor dat we elkaar moeten vervangen. Maar in de praktijk is het ook zo dat je dus wat meer uitwisseling hebt op je portefeuilles in de eerste instantie dan
die bijvoorbeeld over ruimte gaan. Dus Annelies en ik trekken heel veel op van, heb je ook aan puntje puntje gedacht? Op allebei de, we hebben dan die vakken overleggen. Dan komen vaak die dossiers over en weer wel even op tafel om even te kijken, is aan alle aspecten gedacht. Het is een uitwisseling van beide portefeuilles. Iedereen heeft zijn eigen portefeuille. Ja, okay, maar bijvoorbeeld neem duurzaamheid dan één. Ja. Dan is Annelies, die trekt echt het hele afvalverhaal. Mm. En ik trek de energietransitie. Ja, okay. Maar dat heeft toch, omdat ik ook coördineerd portefeuillehouder ben, dus dan kijk ik wel weer naar de circulaire economie. Dus je hebt wel degelijk overlap. Maar dat zal Sjaak ook gezegd hebben, we willen vooral ook integraal werken. Ja, dat klopt. En, dus het is ook niet zo dat we niet naar de andere portefeuilles uit sociale domein kijken. Maar we proberen dus bepaalde onderwerpen zo integraal mogelijk aan te pakken. Ja, het viel ook op in het coalitieakkoord. Ja. En met name de portefeuilleverdeling, dat er heel veel overlap is. Ja, er is overlap. Ja. En desondanks proberen we wel altijd helder één portefeuille houden die een bepaald project trekt. Okay. Of duidelijk toch de coördinerende portefeuille houden is van één domein. Ja. Wat heel leuk is ook om te doen. Kan je voorstellen. Wil je zelf nog iets voorbrengen? Ik vind het heel leuk. Hè. Ik vind het eigenlijk best wel eervol ook dat ik in Heemstede dit werk mag doen. En ik ben geboren in Amsterdam. Ik ben op mijn 6e in Haarlemmeer gaan wonen. Maar Heemstede is dus voor mij ook altijd heel erg in beeld geweest. En voordat ik naar dit interview ging, ik wist natuurlijk ook niet precies wat jullie gingen vragen. Maar bedacht ik me van... Dat Heemstede toch ook wel weer het betere deel van mij aanspreekt. Hè. Ik ben ook cultuurhistoricus. En ik vind het echt heel leuk om dus in die omgeving van Heemstede, daar ben ik toch altijd nog in geïnteresseerd. Hè. Heemstede heeft prachtige landgoederen bijvoorbeeld. Cultuur te over hierheen. Cultuur te over. Ja. En dus als je, bijvoorbeeld als ik dan vanuit... mijn huis naar Heemstede fiets, dan fiets ik eigenlijk langs al die landgoederen door Groenendaal, over het laantje en dan ben ik bij het gemeentehuis en dan kom ik daar binnen en dat is prachtig. Dus ik begrijp waarom de Heemstedenaren zo trots zijn op hun woonplaats. Ik kan me daar met volle passie voor inzetten. Nou, dat is wel iets wat ik eigenlijk nog wel wilde zeggen. Perfect. Hartstikke leuk. Jos, jij nog iets? Nee hoor, ik vind het helemaal goed zo. Graag gedaan. Hartstikke leuk dat je er bent in ieder geval. Mag ik je bedanken? Ja, oké. Hartstikke bedankt. En dan, kijkers, u bedankt voor het kijken naar dit programma. En als het goed is, binnenkort hebben we ook de burgemeester. We hebben het hele college gehad. We hebben iedereen gehad van het college. We hebben Heemstede doorgezaagd. Bedankt voor het kijken en tot ziens.